Ik zit net tv te kijken en ik word gewoon ontzettend geraakt door een emotioneel moment. Daar in Groningen, heb je het gezien, die burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema. Ja, die is dan ook burgemeester van Ter Apel. En ja, die man die is zo verschrikkelijk in het nauw gebracht. Ja, ik heb er natuurlijk ook al vaak dingen over gezegd. Over het AZC daar in Ter Apel. En die puinhoop daar bij het opvangcentrum. Ja, met de beveiligers die ook vertellen wat een chaos het daar is. En hoe verkeerd het daar allemaal loopt. Dus die man, die Velema, die weet ook geen uitweg meer. En die krijgt ook nergens meer gehoor. In Den Haag en nergens niet en ook niet bij dat COA. En die heeft dus nu dan een kort geding aangespannen. Ja, tegen die mensen. Van, ja, los het nou eens een keertje op voor mij. En die man die weet het dan ook niet meer. En die zit dan in die rechtszaal, die Velema. En dan zie je dus daar een man in tranen. Ja. De burgemeester in tranen. Zo ver hebben ze die man tot wanhoop gebracht. In tranen en zat te trillen in de rechtszaal. En toen zei hij uiteindelijk maar, ja, deze emotie die heb ik gewoon uit onmacht, zei Velema. En daar dus in die rechtszaal in Groningen. Daar zag je dus het verdriet, het grote verdriet van al jaren, het verdriet van Ter Apel. Dat werd daar zichtbaar. De tranen van Ter Apel, dat kwam daar in één keer, kwam dat allemaal naar boven via en in beeld via de Jaap Velema. Den Haag moet zich diep en diep schamen. Dat ze hun eigen burgemeesters zo in het nauw brengen. Ja, het is schandalig en het is te hopen voor Ter Apel. Ja, dat ze nooit meer hun burgemeester zien huilen.